Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van Weerplaatsen.nl. Op de satellietfoto van 8 november zien we overwegend veel bewolking voor de kust liggen. Landinwaarts zijn er opklaringen en in opklaringen is vannacht mist ontstaan. Daar hebben we de eerste uren nog mee te maken en ook lokale gladheid, want de temperatuur ligt de komende uren nog onder nul op veel plaatsen. Maar in de tweede helft van de ochtend en vanmiddag komt de temperatuur uit op 4 graden in het noordoosten van het land tot 6 in het zuidwesten. Daarbij staat er niet al te veel wind uit uiteenlopende richtingen, komt de zon af en toe tevoorschijn. Vanavond gaat het land inwaarts licht vriezen, vooral in het noordoosten. Elders blijft de kwik net iets boven nul. En morgen is het wisselvallig met vooral in het midden en zuiden overwegend veel bewolking en van tijd tot tijd regen. Eerst kan er ook nog wat natte sneeuw vallen, vooral in de Limburgse heuvels. In het noorden blijft het hoogstwaarschijnlijk droog. En opnieuw is het koud. Donderdag, vrijdag en zaterdag gaat de temperatuur omhoog richting de normale waarde van 10 graden. Het is erg wisselvallig met elke dag af en toe regen, maar de zon komt nu en dan ook tevoorschijn. Ik ben Diane Woei van Weerplaza.nl.